Bij de A9 is een nieuw plan neergelegd. Wat vindt u daarvan? Dat is nogal een genuanceerd verhaal, maar laten we vooropstellen dat wij als GroenLinks zijn altijd heel erg tegen die verbreding van de A9 op zich geweest. Volgens ons is het te duur, is het onnodig, is het vervuilend. We denken dat je de verkeersproblemen veel beter oplost door knooppunten Badhoevedorp of Holendrecht aan te pakken. Ook de verkeersonderzoeken die eronder liggen zijn volgens ons wat oud. Dus we vragen ons ten eerste af of het überhaupt nodig is. Want je krijgt toch een flinke weg door je stad die vervuilender is, die meer geluid geeft. Dus daar zitten we per definitie eigenlijk al niet op te wachten. Wat wel zo is, is dat Den Haag het komt uit Den Haag. Ze hebben het verplicht gesteld, dus wij hebben het te slikken. En toen hebben wij als GroenLinks altijd gezegd van nou, dan moeten er goede compenserende maatregelen komen tegen het geluid, tegen de stof, tegen de uitlaatgassen. En dat staat voor ons voorop. Wij vinden dat de Rijk beter kan investeren in OV dan in alsmaar bredere wegen op grond, op de schaarste grond die we hier in de Randstad hebben. Dus dat is wat de verbreding betreft. En dan wat de plan van de A9 betreft en dan zult u doelen op de gemeente, wat de gemeente betreft. Nou, wij zijn van mening dat de A9, is een verbreding van de A9 is een Rijksproject. En er zou geen gemeentegeld in mogen zitten. En nu gaan we er 40 miljoen euro insteken. En dat is een Rijksproject en dat gaat ten koste van lokale voorzieningen.